Hallo en welkom bij de eindejaarsspecial van Steamin. Mijn naam is Jamie en ik ga je meenemen in de afgelopen 14, 15 afleveringen volgens mij. Get ready, get set and enjoy. Oké, heb je een naam voor mij? Gitaar. Sorry. Was je about to be built like a guitar, want de titel is BBL. Gitaar vraagt. Hi girls, ik word over een paar weken eindelijk 18 en krijg dan toegang tot het geld dat mijn ouders voor mij hebben gespaard. Ik wil hiervan het liefst een BBL doen in Turkije of de Dominicaanse Republiek. Ik heb best veel informatie verzameld, maar een paar van mijn vriendinnen zeggen dat ik het niet moet doen omdat ik misschien dood kan gaan. Among other things. Maar volgens mij gebeurt het alleen als je naar een slechte arts gaat. Wat vinden jullie? Slechte of goede arts heeft daar helemaal niks mee te maken, want er gaan gewoon echt kapot vaak elke mensen operatie dood. Heeft risico. Ja. Elke operatie. En al helemaal BBL, want het is gevaarlijk. Ja. Dus. Dus. Dus dat, zeg maar, je vriendinnen hebben inderdaad gelijk. Er is een mogelijkheid dat je doodgaat. En met al je research ga je nog steeds niet de arts vinden die je sowieso niet dood gaat laten gaan. Want het kan. It might happen. En waarom? Gewoon krijg je spaargeld voor je ouders en geef je het uit aan dit. Koop een huis. Nou, investeer in jezelf. What the fuck? Denk dat als je... Wat kost een BBL tegenwoordig? 8k kan je nog geen huis voor kopen. Ja, maar het is wel een aanbetaling voor een hypotheek. Ja, okay, fair. 17. Ik kan gewoon 4 jaar van dit studeren. 17 en een BBL. Maar dit is een groter vraagstuk. Ik denk dat dit echt een groter vraagstuk is. Want dan is de vraag ook gewoon van... Is een BBL überhaupt een goed idee? Zeker op deze jonge leeftijd. En daarvan moet ik zeggen... Nee, en ik ben helemaal niet anti-plastische chirurgie. Want ik vind dat mensen moeten doen wat ze willen, maar dat ze well-informed moeten zijn. En ik denk dat als je zo jong bent, dat je die keuze om een BBL te doen, dat je dat gewoon niet moet doen. Ik denk het ook niet. En daarnaast, sowieso op je 18e, je lichaam verandert nog zo erg. Like, op mijn 18e was ik zo dun. En op mijn 22e kreeg ik ineens heupen en billen en alle dat en een platte buik. Dus misschien is die BBL niet eens nodig over 3 jaar. Right. Daar heb je het voor poep gedaan. Daarnaast is het vaak ook niet eens zo fijn. Want er zijn nog heel veel dingen die je daarna moet doen, zoals... massages die je daarna moet doen. Je lichaam kan het afstoten. Je moet sowieso een jaar met een soort van corset-tori lopen om alles, zeg maar, in place te houden. Zeg maar, het is niet alleen die operatie. Er komt nog echt veel bij kijken. Zoveel. Zoveel. Ja. En ik... Je kan heel makkelijk zeggen, ga naar de sportschool, maar een BBL-lichaam, dat krijg je gewoon niet in de sportschool. Our body's not made like that. Mm-hmm. Maar ik... Met alle research die je hebt gedaan, die je misschien hebt gedaan, en misschien weet je het allemaal ook, zou ik alsnog zeggen dat je het niet moet doen. Want je bent zo jong, inderdaad. Voor hetzelfde geld krijg je over 2 jaar dat BBL-lichaam. Maar daar zou je dan nooit achterkomen omdat je je lichaam hebt verbouwd. Het is verschrikkelijk gevaarlijk, zeker in het buitenland. En ik weet het niet, maar ik weet niet of de pros en de cons elkaar, zeg maar, tegen elkaar opwegen. Ja, ik zal gewoon naar je vrienden luisteren. Ja. Honestly, ik ben ook niet tegen BBL of zo, hoor. En ik zou sowieso... Iedereen, als je iets wil doen, dan, ja, weet je, doe het. Alleen, ik denk dat veel jongeren gewoon niet echt de consequenties weten van BBL's. En je moet er ook over nadenken dat de BBL's die je ziet op Insta ook nog gefotoshopt zijn. Want dus dat. Het is niet zo perfect. So, dus dat. Dat is gewoon wat ik van jou vind. Want je bent nog zo jong. Yeah. Er gebeurt nog zoveel met je lichaam. Laat het gewoon eerst even op een natuurlijke manier gewoon allemaal vormen. En dan over 5 jaar kijk je gewoon waar je bent. En wat dan je kan je altijd die keuze nog maken. Maar ik vind het sowieso heftig. Want inderdaad, ik ben ook niet tegen BBL. En mensen moeten lekker doen wat ze willen. Ik vind sommige lichamen ook echt prachtig. Maar het is ook wat je gewoon ziet op social media. En al die lichamen die je ziet, zijn niet echt. Zelfs de mensen die beweren dat het allemaal in de gym gemaakt is. Het is niet echt. Dus eens liegen tegen je over of ze het gedaan hebben. Als ze niet tegen je liegen over dat ze het gedaan hebben, liegen ze tegen je over hoe het eruit ziet. Want ze is inderdaad dood gefotoshopt, gefacetuned, gefixt. Dus je gaat nooit het echte beeld zien. En dan uiteindelijk heb je die BBL gedaan, kijk je naar jezelf en denk je nog steeds, shit, dit is niet wat ik wilde, want het is niet hoe het eruit ziet op Instagram. Dus... Precies, en je moet sowieso waarschijnlijk een tweede doen. Ja, want dat is meestal, heel vaak, je verliest sowieso weer heel veel van het vet wat in je lichaam is gezet. Omdat je lichaam het afstoot. Dus dan moet je het opnieuw doen als je nog, zeg maar, een duidelijker resultaat wil.
Hoi meiden, vraag je. Ik praat met een jongen waarvan het woord on the street is dat hij geen hoofd geeft. Hij is leuk en aardig, maar leuk en aardig geeft geen hoofd. Gaan jullie doen? Het proberen om nu al skippen. Raisa, nee, los wacht. Die man. Maar wacht los even. Die man. Maar Raisa, waarom praat je? Los die man. Waarom ben je zo... Je bent gewoon zo. Ja, je bent gewoon tips. Los die man. Je bent zo enthousiast. Ja. Is er iets? Coach La Raisa gewoon. Nee, lieverd. Raisa. Los die man. Heeft ze uitgestuurd. Ja. Los die man. Heb jij deze vraag? Nee. Doe maar. Wacht even. Nee. Jij vindt serieus dat zij hem gewoon nu moet skippen? Zie me lachen. Ik vind gewoon... Raisa moet die man lossen. Of tenzij je voor de rest van je leven geen hoofd wil hebben. Is wel. Maar is word on the street, hè? Maar vragen jullie niet af, hoezo komt Raisa met word on the street? Ja. Met wie ga jij praten over de eerste keer dat je dit weet? Dat is ook een goede vraag. Dat is ook een goede vraag. Hoe kunnen we het hebben over on the street? Wie is hij? Nee, maar je hoort soms wel dingen over guys. Ja, maar zo on the street. Ik moet zeggen, I love a hip-hop hoor, de street talk. Nou. Ik moet wel zeggen, als dit meerdere mensen wordt gezegd, is de kans voor mijn gevoel wel groter dan dat het waar is. Ja. Dus dat is wel een situatie. Maar waarom vraagt ze het niet gewoon aan die man? Eens. Vraag het gewoon, en als hij niet wil, geef hem ook niet. Ja. En. Maar dat is ook iets waar je in kan groeien, toch? Want ik heb ook het gevoel dat guys die eerst zijn genoemd, maar ik geef geen hoofd. Ja, maar ga jij het risico nemen om zo lang met hem te doen en hij staat bij nog steeds niet? Oké, maar wacht even. We gaan een relatie of een dating baseren op hoofd. Ja, nee, maar het stoort je niet? Even zonder grap. Het stoort je niet? Het gaat je niet storen? Nee, maar stel die guy doet letterlijk alles. Want ze zegt ook, hij is helemaal leuk, aardig. Maar leuk, aardig heeft geen hoofd. Ja, ik zeg alleen dat het is storend. Ik zeg niet... Maar stel je voor, je hebt niet die situatie van Raisa dat je word on the street hoort, maar je komt erachter als jullie al samen zijn. Zou je hem dan skippen? Oeh. Wanneer geef je hem ballen dan? Maar hoe geef ik hem ballen? In ieder geval, weet ik veel, 3 months in. Jullie hebben al een paar keer seks gehad, je merkt van, hij doet het niet. En op een gegeven moment vraag je hem van, hoe zit dat? Of vraag jullie guys al de eerste keer? Het is wel fijn als je het de eerste keer doet. Ja. Ik ga niet klagen. Ik verwacht het ook niet, want ik geef jou ook niet zomaar hoofd. Maar precies. Na hoe lang zal jij verwachten dat hij je hoofd moet geven? Die tijd is niet thuisgebonden. Het is gewoon het gevoel, toch? 2 keer hoor ik hier. Met de vies van jij. Met jouw pit al. Wat zijn we aan het doen? Knikkeren of... Huh? Maar bij de tweede keer moet hij hoofd geven. Oh, nee, maar op een gegeven moment, bij de tweede keer ben je in mijn beleving al zo dusdanig in een vibe, dat je alweer voor de tweede keer bal. Dus je bent al emotioneel op een ander level. Dus hoezo gaan we, wat zijn we aan het doen dan? Nee, ik moet zeggen, ik zou... Ja, niet jouw foodie eten. Ik zou na een paar weken, dat we seks hebben gehad en hij doet het niet, zou ik vragen van, hoe zit dat? Wil je even voordoen hoe dit gesprek zal gaan? Oké, jij bent Matthias. Ja, oké. Schat. Kijk, ik vind het superleuk, hè, wat wij hebben. Ik vind het super fijn. Ik vind het fijn wat jij fijn vindt. Ja, toch? Mm-hmm. Vertel me ook wat jij fijn vindt. Ik ga je vertellen wat ik fijn vind. Hoofd. Dit zal maar je zo doen, nou, Jamie. Maar nee, heb je ooit zo met iemand gezeten om over seks te praten? Nee. Je hebt echt tijd, maar ik hoor. Heb deze situatie nooit gehad, dus ik probeer me gewoon voor te stellen hoe dit doet. Ik zou het maar niet zo doen. Maar los daarvan, praten jullie zo duidelijk over je sekspartij met je partner? Nee, ik praat wel. Ja. Ik heb wel serieus gesprekken erover. Maar echt zo van, dit vind ik fijn en dit vind ik niet fijn. Nee. Nee, wel in bed. Nee, jawel. In bed, ja? Als we in bed liggen, dan stel ik wel echt serieus vragen. Van, ja? Wat vind je? Ja, want het is belangrijk om te weten. Ja. Ik weet ook of je geen het is wel vindt. Belangrijk. Gewoon want ik tijdens merk wel, die ja, precies. Nee, maar tijdens en ervoor en daarna. Van, wat vind je fijn? Moeilijk, wat vind je fijn? En ik zeg eerlijk, die vraag van wat vind je niet fijn is moeilijk, maar beter dat je weet. Stel je voor je, Mattie vindt het echt niet chill, maar hij durft niet om tegen je te zeggen. Dan is hij ook een bobbel, maar goed, dat is een andere conversatie. Ja. Maar hij zegt het niet, je moet het weten. Ja. Dus ik heb die conversatie sowieso wel. Heb je een naam? Rosalie. Rosalie zegt... Hoi meiden, ik zit in een super vervelende situatie. Ik ben er pas achter gekomen dat ik zwanger ben. Alleen weet ik niet zeker wie de baby daddy is. Met 3 D's. Damn. ik kan wel testen, maar dan moet ik het
moet ik het ook aan hun beiden vertellen. Schande. Daarnaast is een van de potentiële vaders echt geen baby daddy materiaal. Geen werk, geen school, geen eigen huis, niks. Mijn laatste optie is het weghalen, maar ik ben bang dat ik dan nooit meer zwanger word. Wat moet ik doen? Wat zou jij doen, Jamie? Nou, schat. Maar is ze wel met een van hun? Ik denk het niet. Dat staat er niet. Oh. Nee. Kijk, ik zou, als ik niet zou weten wie de baby daddy is, en er is één baby daddy met wie ik wel graag een kind zou willen. Dan zou je zeggen dat het van hem was. Nee, wow. Oké, ja, ja. Nee, zou jij dat doen? Dat is compleet gestoord, sorry, Risha. Stel je voor, je hebt al een relatie met die guy. Bro. Nee, man. Stel je voor, je hebt al een relatie met die guy. Dan zou ik zou gewoon... Wauw, eigenlijk moet je vriend nu zeggen van, hé, misschien... Maar als het beide niet hun... haar boyfriend is, boeien, vertel het gewoon. Zeg, ik ben zwanger, ik weet niet of het voor jou is. Ja, maar ik snap wel dat het een ja, beetje... maar hun weten dat toch niet? Ze weten niks van elkaar, hoop ik. Maar ik kan me best voorstellen dat het kut is om te moeten zeggen, ik ben zwanger, maar misschien is het van jou, maar misschien ook niet. Je kan misschien... 50% kans dat je vader wordt! Misschien, ja. Misschien kan je zeggen van, ik ben zwanger, wil je misschien een test doen om te... Ja, oké, maar ga verder. Wat zou jij doen? Die niet naar school gaat, skip jij. Nou, nee, ik wil een liefdesbaby. Dus ik zou dit sowieso een hele moeilijke situatie vinden. Ideaal. Ik ben ook niet anti-abortus. Dus zij zegt van, stel je voor, ik word niet meer zwanger. Heel veel vrouwen zitten voor mijn gevoel met dat issue van, oh, als ik het weghaal, dan word ik misschien nooit meer zwanger. En dat snap ik. Dat is heel real. Ik voel dat. Ik heb dat niet. Ik heb dat ook niet. Dus daarom zou ik makkelijker zeggen dat ik het weg zou halen. Maar als er één guy is met wie je wel echt een band hebt. En hij wil zelf ook vader worden trouwens. Dat is misschien ook wel handig om te weten. Maar wilt zij moeder zijn? Ik heb het gevoel dat Rosalie met moet één wel de moeder wilt zijn en met de ander niet. Dus als het niet die baby daddy is, dan hoeft het niet. Maar als het die ene, de mooie prins, dan wil ze het wel, want dan ziet ze het hele plaatje. Dat gevoel krijg ik een beetje. Oh. Ik voel me daar ook een beetje ongemakkelijk over, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik vraag me af. Want dan is het echt zo van picking, ja, ik weet het niet. Oh. Ja, ik weet niet, als je dat verhaal ook met die guy van Temptation, dat die... Ja. Dat wil ze niet. Dat wil je niet. Dat wil ze niet. Dus ik vind wel, je moet het vertellen. Je moet testen. Maar je moet ook echt het gesprek voeren van... Hey, wil jij überhaupt vader worden? Want dit is wel iets wat je met z'n tweeën doet. Kan ze niet stiekem, zeg maar, haartje pakken of zo? Ik weet niet hoe het werkt. Kan dat niet? Zou je dit echt stiekem willen doen? 100%. Als ik het on the low kan houden dat ik niet weet wie de vader is... waarom zou ik dan... mezelf helemaal exposen als ik het gewoon secretly had kunnen doen. Oké, nou, dit is Risha's advies. Doe het geheim, trek een haar en ik weet niet breng het naar het lab. Maar wat zijn nou de tikkie? Wanneer mag je nou een tikkie sturen? Kijk, ik vind sowieso, hè, laat me voorop stellen, dat je niet mag bepalen voor mensen hun zak. Dat vind ik ook. Dus sowieso, als je hebt gezegd, ja, stuur maar een tikkie, vind ik niet dat je boos mag zijn dat de als ander een tikkie heeft gestuurd. Ja, eens. Dus dat... bovenop. Eens. Maar ik moet zeggen... Oké, wacht. Ik heb een grappige situatie. Oh god. Nou, oké, is niet grappig, maar... Ja, ik kan het gewoon vertellen. Oké, ik was met... ik was met 3 guys in de auto. En 1 guy bestelde Mackie. Mm-hmm. Oké, hij bestelde Mackie en ik zei... dus hij bestelde. En ik vraag sowieso altijd of het nou 1 euro is, 3 euro, 50 cent. Ik zeg sowieso altijd, hey... Of nou, in principe haast altijd probeer ik dat wel te zeggen. Van, hey, stuur maar een tikkie of... Weet je, ik betaal wel, weet je. Want ja, ik kan niet bepalen dat ik het gratis heb gekregen, dat klopt, zeg maar. Inderdaad. Ja. Als het niet de afspraak was. Fair. Dus hij bestelde voor iedereen een beetje een auto. En ik zei, ja, doe maar een kip 6, man. Mm-hmm. 2 euro dus. Oké. Okay. En ik zei, stuur maar een tikkie. En hij zei, oh ja, komt goed. Of hij zei, ja, ga ik doen of zo. En toen zei een andere grappie van, kill, wat wil je hem een tikkie laten sturen voor 2 euro? Broer, relax, man. Zei, no, ik zou het niet doen, maar... Ja, maar kijk, dat is bijvoorbeeld zo'n situatie waarop ik denk van... Kijk, ik zei het eigenlijk
uit beleefdheid. Ja, tuurlijk, want je gaat geen tikkie sturen. Niet, maar ja, misschien wist die persoon niet hoe hij moest reageren, toch? Dat is ook waar. Want het wordt ook een lange heen en weer van nee, hoeft niet. Nee, doe gewoon nee. Ik weet niet of jij dat doet. Maar er zijn ook mensen die moeilijk doen over het uitgeven van geld. En het lenen van geld. Of weer toch het voorschieten. Ja. Dus dan heb je liever dat je dat gesprek gewoon snel afkapt. Dat heb ik tenminste. Maar ik de regels van tikkies, ik vind als je onder de €5, mm-hmm. onder de 10, het ligt er een beetje aan wat je koopt, dat je dan geen tikkie moet sturen. Oké, onder de 10 is laat maar gaan. Maar oké, je zegt onder de 10 is laat maar gaan, maar ik heb een goede voor haar, hè? Ik heb een hele goede voor haar, let op. Oké. Ja. Je zegt onder de 10 is skippen. Ja. Maar laten we zeggen, je bent met 9 mensen. Ja, nee, dan en het is allemaal... Nee. Maar als €5. Ja, Ja, nee, je zei onder de 10 is skippen. Is bij elkaar €55, maar je zei onder de 10 is skippen. En het zijn allemaal tikjes van €5. Nee, maar weet je wat het is? Dat is anders. Dat is anders. Ik heb het meer erover. Okay, als je iets voorschiet. Ja, als je iets voorschiet. Maar wat je zegt is wel goed, want het is ook ongemakkelijk om een tikje van €5 te sturen naar mensen. Maar in dat geval moet je het gewoon doen. Er is een reden waarom jullie met z'n allen €5 per persoon aan iets hebben uitgegeven. Het is niet de bedoeling dat één persoon dat betaalt, denk ik. Maar zeker waar. Ik vind tikkies heel erg ingewikkeld. Ik heb heel veel rare situaties gehad met tikkies. En ik doe er... Deel één met ons. Nou, Sarah vraagt, wat is het raarste of het ergste wat jullie ooit hebben gedaan om geld te verdienen? Oké. Ik heb geen rare dingen gedaan. Nee? Geen gekke tikkies? Ik heb in de Jimmy Woo gewerkt. In de Jimmy Woo? Ik ben daar nooit geweest, hè? Ik ben daar nooit geweest. Voor mijn tijd al. Ik hoef het ook niet. Sorry, als iemand van de Jimmy het kijkt, I'm very sorry, maar je hoeft echt niet naar Jimmy Woo. Nee. Je mist niks. Oké, gelukkig. Ik blijf daar weg. Nee, het was toen ik er werkte, was nog heel leuk. Maar ik denk dat nu uitgaan met COVID ook heel erg ingewikkeld is. Mm-hmm. En ik ben er heel lang Ben ook nog niet uit geweest, trouwens. Dat uitgaan tot 12, zeg maar. Nee, ik ook niet. Nee, niet voor mij. Ik zit even na te denken wat bij mij het raarste is wat ik heb gedaan voor geld. Ik zit echt, ik heb ooit een keer overwogen om een feedback te sturen op Instagram DM voor geld, maar dat heb ik dus niet gedaan. Blijkbaar heb ik echt zoveel vragen daarover. Het is echt the least effort you can make. Ik zou het echt doen. Ja, ik heb het dus niet gedaan. Maar achteraf, dan denk je wel van, waarom de fuck ook niet? Is dat vreemd gaan? Voetfoto's sturen. Toevallig had ik het er laatst wel over, want ik kreeg dus een DM van een man en die zei tegen mij... I'm looking for a sugar baby. Weet je wel, I will provide you for your rent. En bla bla bla, I want to pay your bills and give you nice presents en zo. Dus ik dacht echt van, oké, chill. Weet je. Nice. Want normaal skip ik dat altijd. Yeah. Maar nu een beetje skere tijden, toch? Dus ik dacht, ik ga er gewoon op in. En toen zei ik gewoon van, hi, sure, weet je wel. Prima. En toen stuurde hij dus van, send me your PayPal link. Oh ja. Yeah. Toen dacht ik echt, op zich, dat kan nog dat geen kan kwaad. Nog. Ja, weet je wel, kan. Want dat is alleen one way geld overmaken. En toen stond hij dus op het punt om €5.000 over te maken. Toen heb ik echt gezegd, nee, ik wil dit niet. Maar ik weet dus niet of het een scam is of niet. Want uiteindelijk, ik heb dus allemaal YouTube-video's gekeken daarover... dat het dus echt mannen zijn die dat doen. En dan vervolgens een fee vragen over die €5.000. Lol. Dus dat ze zeggen bijvoorbeeld €5.000 betaal jij. En dan betaal jij een fee van €100 voor de transaction. Want het komt van Amerika naar Europa. Dus die schijnt zo te zijn. Wat random, oké. Dus ik was niet op die stage dat ik die fee ooit heb gezien. Maar ze zeggen dus dat dat wel gewoon gebruikelijk is. Ja. Dus ik heb dat niet doorgezet. Maar stel dat was dus wel zo geweest, dan was dat dus wel de gekste. Maar verder... Maar is het vreemd gaan? Daar ging het over, hè? Ja. Ik had dus wel gewoon tegen Arjan had ik wel gezegd van... Ja, nee, ik vind je dit oké, weet je wel? Dat ik überhaupt ga praten met deze man. En hij zei zo van, moet je lekker zelf weten, weet je wel? Alleen, ik voelde me daar dus wel echt een beetje raar bij. Ja, dat snap ik. Het is wel gewoon, vind ik, dus ergens een soort van een relatie met iemand aangaan. Toch? Ja. Dat sugar daddy, sugar baby. Dat is wel zo. Dus ik vind het wel vreemd gaan eigenlijk, persoonlijk. Ik denk dat als je echt, want je hebt, zeg maar, echt... hele mythische situaties, maar die bestaan wel. Dat je gewoon eigenlijk niet tegen iemand hoeft te praten, maar diegene het gewoon leuk vindt. Een soort fetish heeft om geld naar je over te maken. Ja. Nou ja, dan vind ik het geen vreemd gaan, want jij maakt gewoon geld naar me over. Nee. Prima, koop je lekker cadeautjes voor mijn vriend. Ik zei dus ook tegen. Ik zeg, ik koop wel even Prada-tas voor je, boeien. Komt goed. Toen zei die, oké, chill. Maar ik dacht echt, nee, voor mezelf, ook al heb ik je het aan hem verteld, ik wil het gewoon niet, want ik ben gewoon super, ik ben gewoon heel loyal naar hem toe. Ik wil dat gewoon niet. Dat dan ben klopt. Ik maar skeer en... Oh, ik dacht echt, nee, het voelt niet te goed. Voelt niet goed. Ja. Nee, maar ik snap het wel. Hoe kan ik mijn vriend ervan overtuigen dat hij zijn Instagram verwijdert? Ik heb mijn Instagram een tijdje geleden verwijderd omdat ik te jaloers ben en hem heel erg in de gaten hield.
Ik merk dat ik nog steeds best wel jaloers ben en dat het beste is voor onze relatie als wij beide geen social media hebben. Hij wil dit niet doen en wil ook geen andere oplossing bedenken, zoals bepaalde meisjes ontvolgen. En ik vind dit best jammer, omdat ik het gevoel heb dat ik wel mijn best doe voor de relatie en hij niet. Wat zouden jullie doen? Dit is echt... Dit klinkt als een gezonde relatie. Oh my god, jullie zijn perfect voor elkaar. Je kan net zo goed gewoon een vat met toxic waste. Wat is dit? Caution, do not spill. Ik raad aan dat jullie of uit elkaar gaan of samen therapie nemen. Ik denk gewoon dat zij misschien therapie nodig heeft. Want dat klinkt als een onzekerheid. Nee, ja precies. En dat geeft vertrouwen. Het hoeft niet aan haar te liggen. Het kan ook zijn dat hij zich heel toxic gedraagt. Maar in elk geval is er geen vertrouwen aanwezig. Nee, daar moet je belangrijk wat aan doen. En het gaat niet om of hij Instagram mag hebben of niet. Nee. Het gaat om het vertrouwen. Social media heeft best wel echt veel shit, man. Wat je zegt trouwens over therapie. Fair. Ik ben echt voor, en dit is misschien heel erg weird, ik ben echt voor relatietherapie aan het begin van je relatie. Ja, aan het begin. Ja. Zodat je leert met elkaar issues om te gaan. Dat verpest toch ook wel een beetje de spark van het begin van de romance of zo. Het concept therapie hangt. Maar als je loslaat, dan kan het echt heel erg goed zijn. Ja, maar dan kun je beter gewoon iemand zoeken waar jij mee kan communiceren. Ja. Ja, maar zelfs dan ga je op een gegeven moment tegen problemen aanlopen. Dan heb ik liever dat je dat meteen zo hoep eruit gooit. Ik ben het met je eens dat er geen stigma om een therapeut of wat dan ook zou moeten hangen. En dat iedereen dat gewoon sowieso, denk ik, wat jij, volgens mij jouw mening ook, iedereen zou sowieso in therapie moeten cardio gaan. Cardio voor de mij. Eigenlijk zouden wij sowieso als hele klas zijn. Oh ja, 100%. Gezellig. Maar om dat als een standaard neer te zetten wanneer je net begint met daten met iemand. Nou, ik vind dat we ook nog wel een beetje zelf in staat moeten zijn om geschikte mensen te vinden in ons leven. Hoop ik. Kunnen wij dat doen? Nou, dat weet ik niet. Maar het zou leuk zijn. Sounds pretty impossible. Oké, okay, maar wat moet Clara... Nee, Clara moet inderdaad even in de spiegel gaan kijken. Of inderdaad even naar hun relatie kijken van... Goh, weet je, is het mogelijk dat ik vertrouwen... Kan ik vertrouwen in jou stoppen of niet? Ja. En als dat antwoord nee is, dan ben je gewoon niet op de juiste weg. Ja, ja, maar ook gewoon met jezelf. Kijk, jaloezie is denk ik wel een eigenschap die er mag zijn... Alleen, je moet jezelf er denk ik niet door laten leiden. Nee. Maar het is natuurlijk menselijk, jaloezie. Iedereen heeft het, dus geef het nou maar toe. En dan kan je eraan werken. Maar dit is gewoon iets waarvan ik een beetje denk... Het ligt niet aan Instagram. Nee. Precies. En ik bedoel, wil je nou echt blijven hangen in een relatie... waar je de hele dag zeg maar je druk maakt over... naar welke meiden die kijkt op Instagram? Ja, wat hij doet op social media. Ja. Dat vind ik inderdaad ook echt... Ik moet wel zeggen dat ik wel... Social media heeft de boel wel saaier gemaakt, denk ik. Als ik kijk naar hoe het vroeger 100%. Was. Ik heb dat niet eens meegemaakt. Maar vroeger gingen ze dus schijnbaar in de club naar elkaar toe... en gingen ze een praatje maken. Sta je voor? Nee, maar dat is ook de reden waarom ik gewoon Tinder, Bumble, al dat soort shit gewoon verwijderd heb. Ik heb ook geen Instagram en geen Snapchat. Ik heb sinds 2 weken geleden, ben ik er gewoon klaar mee. Wacht even. Zitten jullie op de apps? Nee, eerlijk, niet meer. Ik heb mijn ex ontmoet op via Tinder. En dat is allemaal prima, maar... Oké, weet je... Je hoeft het niet soon. Te vertellen. Arme schat. Maar ik heb... Oké, ik ga het wel vertellen. Daarna heb ik het vrij recentelijk meteen weer geïnstalleerd. Omdat ik gewoon ergens... Je kent dat gevoel als je uit een relatie komt. Ben je een beetje dat je denkt... Oké, I need this. Ja, je hebt gelijk. Even je ego boosten. Precies, dat is het. En dat realiseerde ik me op een gegeven moment heel erg. En toen dacht ik... Hoi, ik heb een probleem. Punt. Zo. Mijn ouders zijn beide verschrikkelijke racisten. Omdat zij en ik totaal niet op één lijn staan, heb ik al een tijdje nauwelijks contact met hun en spreken we elkaar vrijwel alleen telefonisch. Het probleem is dat ik deels financieel afhankelijk ben van hun en dat zij nu dreigen mijn toelagen te stoppen. Om wat? Als ik blijf weigeren te investeren in onze relatie. Ik ben 23 en woon in Amsterdam en hoewel ik werk... is dat niet genoeg om al mijn kosten te dekken en nog te kunnen leven. She has a lifestyle to maintain. Tegelijkertijd heb ik helemaal geen zin om vaak contact te hebben met mijn ouders... omdat het altijd leidt tot ruzie en verdriet. Wat kan ik doen?
Wow. Get a better job, babes. Noah Canales, doe rustig. Ja, Noah Canales. Of nee, je ouders moeten rustig doen. Zo. Ja. Ik zou die money blijven pakken. Sowieso money pakken voor racisten, ben je gek? wacht even. Ja, maar het is anders. Het is andere doekoe. Het is niet money pakken van racisten. Ja, is oké, dankjewel. Ja. Snap je? Fucking begging. Ja, dat is lelijk. Maar wat zouden jullie doen dan? Zo, is moeilijk hoor. Want als je inderdaad, als je werkt, maar je komt niet rond en je krijgt een toelage van je ouders, which is fantastic. En je ouders zeggen, als je niet meer langskomt, je kan gewoon, ik vind, je kan die 2 uur per maand bij hun langs gaan. Ik weet niet wat het is. Even uitzitten, even verstand op nul. Ja, maar je kan het wel, kijk. Je hebt nooit denken, zo goed betaald gekregen. Ja, maar, ja inderdaad. Ja, nooit zo goed betaald krijgen. Ja. Zo, ja, maar. Ja. Maar het is fuck up, want natuurlijk is het niet cool. Natuurlijk. Mm-hmm. Maar, you need this niggas. Dus, nee, eigenlijk... vind ik niet. Echt? Nee, man. Nee. Okay, maar kijk, zij wil in Amsterdam wonen. Ja. Whatever. Ja. Izakaya gaan. Ja. Probably. Ja. You know? Ga dan in Doetinchem wonen of zo, toch? Ja. Doetinchem specifiek. Dat weet ik veel. Maar waarom vind je van niet dan? Berg of zo. Waarom vind je van niet? Ik vind... als je echt niet met je ouders kan en de enige reden dat je met hun takt is om doekoe, vind ik al genoeg reden erg om het af te kappen, man. Kom op, man. Nee, maar je moet sowieso een relatie met je ouders proberen te houden. Ja, tuurlijk. Maar sowieso. Ik bedoel, meer als in, zeg maar, oké, dus luister. Deze persoon zegt eigenlijk van, Noah Canales zegt, oké, ik ben ready om het af te kappen, maar ik ben financieel afhankelijk van hen. Daarom doe ik het niet. Ja. Toch? Ja. Dat is echt een drogreden. Ja. Dat is bullshit. Ja. Kom op. Je kan echt wel rondkomen, dan ben je maar even broke, weet je wel. Je fixt het wel. Yeah. En je moet gewoon, je weet toch, je bent 23, je moet gewoon volwassen leren zijn zonder je ouders ook. But it's still your parents, though. Ja, daarom, je moet een goede relatie met ze houden. Maar zij zegt, de enige reden dat ik een relatie met ze heb, is om doekoe. Ja, het is wel is erg. Anders, is snap wel je? Erg, ja. Ik hoor niks over liefde, lobby, ja, van ik hou van ze, erg. Maar ze zeggen dit, het is van ja... Ze zijn racisten, ik heb een doekoe nodig, daarom chill ik met ze. Ik zeg je eerlijk, maar dit is wel een kapitalistische wereld. Dus je moet op een of andere manier aan money komen. De andere manier waarop je money maakt is waarschijnlijk ook corrupt. Ik weet het niet, ik vind tuurlijk, dat je gelijk tuurlijk hebt. Is het corrupt, maar je moet niet met mensen chillen of het familie is of niet vanwege doekoe. Maar ja, je hebt sowieso gelijk. Ja, ja, ja. Je hebt sowieso gelijk, Rijkie, 100%. Maar aan de andere kant denk ik ook, wat ik al zei, je gaat nooit van je leven zo goed betaald krijgen. Want je tilt, letterlijk, als je twee uur per maand met ze kan chillen en een toelage kan krijgen van, wat zal het zijn, 5 barken in je kop, ik weet het niet. Ja. Je gaat nooit van, ja oké, misschien wel, maar ik bedoel, ik hoor je, maar kijk, tuurlijk is het easy, maar als je ermee zit, kijk, het is een ander verhaal als je denkt van, oké, ze zeggen allemaal bullshit, true. Maar ik doe er even dit. Mm-hmm. Omdat, je weet toch? Yeah. Omdat het wel leuk is en ik krijg toch doekoe, dus ik kan dit even aan de zijkant zetten. Yeah, blijkbaar is het zo'n probleem en gaat het alleen om doekoe, dat je ook denkt van dan vind ik gewoon dat je het moet afkappen. Man. Yeah. Als het echt alleen om doekoe gaat, hè? Ja, en als je er inderdaad echt mee zit, dat vind ik ook. Want als het alleen om doekoe gaat, maar je denkt, ah boeiend, ik pak guap. Dan is het ook anders, ben je nog steeds misschien een beetje... Ja toch, dan is het misschien nog steeds niet de perfecte keuze. Maar dan kan je ermee leven. Als je er zelf mee kan leven, dan is precies, het ligt daaraan. Als je er zelf mee kan leven, prima, doe je ding, weet je toch? Er zijn genoeg mensen die met corrupte shit kunnen leven. Ik vraag me af, is jullie lichaam te koop? En zo ja, voor welk bedrag? Zwaar ook. Of moeten jullie eerst antwoorden? Nee, je mag antwoorden, want je was erg enthousiast. Voor wat? Voor wat? Voor wat? Voor hoeveel? Noem maar prijs, man, serieus. Voor een bankoe. Ik kan net zeggen, jij weet het. Ik kan krijgen voor een bankoe. Jij weet het. Nee, maar... Laat me denken. 10k. 10k. Gaat diegene om mijn poepen? Nee. Is gewoon vanille seks. 10k. Iemand die medium lelijk is. Zwaar. Ja? 10k. 5k. Nee. Oké. Kijk, Tika is net die grens. Tika is net die grens gewoon. Oké. Wat zeg jij, Carlo? Wauw. Hij zegt 10k. Weet je meer? Of niet? Ja, jawel, man. Je zou die 10k laten gaan? Eén avondje. 10k, man, bro. We gaan op vakantie. Ja, ik zeg je eerlijk, bro. We stekken goed, man. Dus die 10k moet wel wat hoger, weet je toch? Ik denk misschien... 20. Ja, oké, dan praten we een beetje. Ja, ja dan praten we een beetje. Ja. Wat moet ik dan doen? Gewoon vanille seks. Vanille seks. Je bord. Iemand op je bord.
Deze man is hater. Hoezo denkt hij dat je boor? We komen van de bodem, man, broer. En nu kom je zo. Want die kan je zo niet slaan. Ik ben daar niet meer. Ik ben al lang loesoepa. Nee, wow. maar even serieus, though. Die 10k zou ik wel gewoon aannemen. Wel? Ja, zeker. Wel, zeker. Ik deed echt Inter, maar die 10k... F5? Is gewoon een... Nee. In de club. Je staat in de club aan de bar. Je bent met een vrouw, oudere vrouw, laten we zeggen 55, medium lelijk aan het praten. Ze zeggen, als je nu met me mee gaat naar een hotel, krijg je 5000 euro. Heb ik al drankjes op? Twee hennies. Ze heeft het inder anno in de portemonnee. Ze laat ze al zien. Je ziet alleen maar briefjes van 100. Oké, okay, cool. Dan heb ik nog twee vragen. Is Busy traag al geweest? Traag is nog niet geweest. Oké, okay, cool. Mm. Maar, pony. Mm. Maar is Jong Felix langs geweest? Nee. Ja, is dat moeilijker, man. Want ik heb wel al gedronken, maar ik heb mijn tunes nog niet gehoord. Dus zeg maar, die traag... Die kan nog niet weg. Ja, snap je? Die traag maakt me warm, je weet toch? Dus als traag is geweest, zou je gaan voor die 5k? Ik zeg je eerlijk, met twee glaasjes op. How about you? Ja. Maar besef, het is al laat, hè. Dus je slaat het even en dan ga je gewoon eraf. Kijk, ja... Je moet ook denken van hoe was die avond gewoon verlopen. Ik ben gewoon aan het kijken waar jullie gereden zitten. Maar je moet ook denken van hoe is deze avond verlopen. Had ik veel chance, had ik weinig chance. Uitstaan, deze avond waarmee ik aan het praten was, is loezel gegaan. En nu opeens komt deze tegen me zeggen van ja, drankje hier, drankje daar. Kom met me mee, 5k. Ja? Who knows? Ja. Als ze zegt oké, je hoeft niet met me mee, we doen het in het toilet. 5k? Oh, dat is snel. Wow, jij zei net dat ik een 5k niet snel. Ik was er aan het nadenken. Toch wel, man. Op deze manier, ja, man. Oh. Maar kijk, maar als het die wc van de soos is naast de bar, dan ben je snel klaar, man. Snap je? Just saying, want ze sprak je aan bij de bar, dus die 5 stappen. Dus dan zou je 5k doen? Ja. Ja? Snel. Plus, wat moet zij nog gestimuleerd worden in wat voor manier? Of is het gewoon alleen... Is het toch gewoon thuis, toch? Nee, jazeker. Ze wordt gewoon geslagen en dan gaan we eraf. Er wordt geen rare dingen gedaan. Je hebt getapt, dus het gaat ook wel weer lang. En ik wil eerst mijn money zien. Hey. Ik wil eerst mijn money, dan... Je moet er alleen hoofd geven. Ja. En alleen hoofd, ja, geen seks. Kijk, nu maak je het moeilijk. My face is sacred, oké? Voor 3k. Oké, maar zijn er wet wipes in de wc? Ja. Oké. Jullie zijn kapot makkelijk! Besef dat we van 20k komen bij jou, hè? En nu ben je al met 3k aan het nadenken. Maar het kan snel gaan. Ik bekijk de situatie op zichzelf. Die 20k is zeg maar dat ik een DM krijg van, hey, kom jij langs? Mm-hmm. Kijk, dan ga ik even nog mijn haar doen. Komt een beetje tjatje, je weet toch? Oh, dan krijg je echt waar voor jezelf. Ja. Okay. Die bar is zeg maar hoe je me treft, hè? Dus zeg maar, iedereen kent mij qua drinken, dus zeg maar op een goed niveautje ben ik al daar, je weet toch, dus ja, dan om zeg maar even mijn schade terug te halen met die 5k op die avond, dat is gewoon een goede money. Oké, maar 3 zouden jullie niet doen? Nee. Even snel in de sausbar. Ja, dat is gewoon een salarisje, man. 3k, 2k en bijenkorf cadeaukaarten. Hoezo bijenkorf? Waar komt dat vandaan? Zeg dat gewoon echt lijm vinden of zo, je weet toch, like. Nee, je zou niet doen? Nee. 5k quickies. Bijenkorf? Dus 5k is echt jullie... Toch wel. Bonden. Ja, het was ja, maar 5k, maar je toch 5k in de bar, hè? Alleen 5k dan, in de bar. In de bar. 5k in de bar. Ja. En dan moet wel busy zijn langs geweest, weet je wel. Oké, ik zou het niet doen, because my body is a temple. True. So, there's no pride. 100k. Ik ga gewoon mijn mond, weet je wel. 100k. 100k is de limiet. Het is voor een ton. Een ton, minimaal. Een ton. Geen 99.000, geen 98.000, 100k. Lisa zegt, probleem. De jongen met wie ik ooit vreemd ben gegaan is nu de collega van mijn vriend. What to do? Hij was een one-night stand op vakantie. Ik dacht dat ik hem nooit meer zou zien. Kaulo bangies, kaulo bitch. Donder op, man. One-night stand dat, op man. Vakantie, hoe man. Is dat? Kill. Mensen die... Oh, skip. Ik ga niks zeggen. Die bespreking hier doen. Hoezo is een bangie? Wat? Ik snap het niet. Ze is een kale bangie, man. Hoezo? Zeg je me ze had het van, wel ik, moeten ja, zeggen. Ja, zeg gewoon, oh, ik ga vrij gewoon, zijn. Ze gaat het niet zeg zeggen. Zeg gewoon, ik ga vrij zijn, man. Loop je stiekem dingen te doen. Nou, man, je moet gewoon melden van, hé, ik ga op vakantie en ik zeg je eerlijk, mijn mind is op dit. Of mijn moed zegt dit. No spang. Wacht, ik snap het niet. Het is toch daarvoor gebeurd, voor die relatie? Nee, ze is vreemd gegaan met hem op vakantie.
En nu zijn ze collega's. Nee, man, ze is zo kalm. Ik ben echt slecht in vragen luisteren. Nee, oké, nee, laat dat. Is ze bang? Is echt je karma zelfs. Ja, klopt. Is echt je karma. Maar is het, was het anders als het wel gewoon een guy was waarmee ze een one-night stand had gehad? Nee. Plus, nee. Ik voel het gewoon niet, man. Nee, man. Maar zonder het vreemd gaan bedoel ik, hè? Dus oh, nee, als one-night stand, nee. Chintori, man. Ja, dan het waarschijnlijk bij mijn vriendin, dan had ik vast al geweten welke guy... ze seks mee heeft gehad. Oké, fair. Ik praat wel zo open. Dus. Nou ja, kijk, weet je, het is inderdaad... Je had het gewoon moeten zeggen. En in deze kan je rekenen... Oké. Geloven jullie in wat niet weet, wat niet deert? Nee. Nee, man. Wat komt altijd terug. Ja, dat is waar. Ja, want nu is het teruggekomen. Je dacht waarschijnlijk wat niet weet, wat niet deert. En nou is biting you in the motherfucking ass. Dus je moet het zeggen, want het is echt lelijk voor je vriend. Ja, man. Het is echt lelijk. Ja. Die man wordt uitgelachen in die group chat. Ik zweer het. Deze guy werkt met die mattie. Hij heeft sowieso tegen zijn maatje gezegd. Ah, domme kill. Ik heb zijn arms gekregen. Ik weet niet met lokale grappen. Hé, boys, weten jullie nog die chick van IBA, ja, man? Ik ben gewoon met een mattie. Hé, broer. Wat als ze wel graag de relatie wil voortzetten? Wat kan ze doen? Oh, niks. Ze kan de excuses aanbieden. Kijk, wat? Ja. Zegt. Nee, ja. Man. Kijk. En dan ga ik nu zeg maar op die egoïstische tour. Ja, toch, lieg gewoon, ja, toch? Nee. Ja, zeg gewoon niks. Sowieso. En dit is die egoïstische kant, hè, van, ja, toch? Want zelf als die andere guy zegt van, ja, maar we hebben seks gehad, zeg gewoon nee, maar dat is niet waar. Maar ik vraag me sowieso af, zeg maar, waarom ben je vreemd gegaan in the first place? Dat. Want dan is er sowieso waarschijnlijk al iets fout. Geloof je in een slippertje? Ik denk niet eens, mensen houden van spanning, denk ik. Ja, oké, snap ik, maar... Bij vrouwen is dat meestal wel iets complexer. Oh ja, okay. Maar ze zegt one night stand op vakantie. Ik kan dat geloven als ze zegt was de slippertjes één keer gebeurd. Ik was super lam. Maar dat vind ik ook. Je had het gewoon moeten zeggen. Toen het hebt gedaan. Nee, maar aan de andere kant. Maar je denkt ook, je komt die persoon nooit meer tegen. True. Dus hij gaat het toch niet weten. True. Maar then again, je hebt gewiept op vakantie. Dus waarschijnlijk, de kans is ook super groot dat je een SOA hebt meegenomen of whatever. Nee. Daar denk ik... Sommige mensen doen het wel veilig. Maar alsnog, mensen op vakantie zijn vies, hè? Ja, oké, fair, dat is waar. Maar wat ik me afvraag, ze is Nederlands. Waarom zou je op vakantie een Nederlandse keel krikken? Ik snap dat niet. Dat snap ik ook niet. Wie zegt die Nederlands is dan? Misschien is het een international. Dat is wel heel toevallig, maar dan ben je genaaid. Dan ben je genaaid. Ja, dan is het kadon. Ja, dan is het inderdaad God die tegen je zijn beet. Weet je nog die ene keer in Joret de Mar? Moeilijk zo. Maar kijk, ik bedoel... mensen kunnen je vergeven als hij je wil vergeven. Maar je moet wel eerlijk zijn. Oh, als mijn vriendin vreemd gaat op vakantie. Coming season. Oh lord. Ik heb een potentiële knuffelbuddy op het oog. Maar die heb ik 3 maanden geleden voor het laatst gesproken. Hoe kan ik hem subtiel een berichtje sturen? Doe gewoon hey big head. That's terrible advice. Zeg gewoon, hey, ik moest aan je denken. Weet je wat ik vaak zeg? Ik heb over je gedroomd. Maar ik moet nu oppassen met die. Want ik droom soms echt over mensen en is het echt for real. Maar soms droom ik gewoon over je om het gesprek te starten. Maar dan denk je dat ik je echt iets ga geven over je leven. Well, I just want to talk. Yo, als ik zeg ik heb over je gedroomd, dan reek je aan of zo met een scooter. Nee, kijk, als je een knuffelbuddy op het oog hebt en je hebt die persoon 3 maanden geleden voor het laatst gesproken. To be honest, ik zou gewoon straight zijn, man. Ik zou gewoon zeggen, hey, laten we een theetje gaan drinken. Kom, we gaan wat doen. Hey, weet je, doe je iets dit weekend? Let's meet up. Lang niet gezien. Hoe is het eigenlijk met je? Want ook al gaan ze niet in op jouw advances van, hey, kom, we gaan iets doen. Kom, we spreken af. Ze gaan wel het gesprek met je aan. Snap je? Dus het is een soort van... Hey, toch? Ja. Schijnbeweging. Ja. Van, hey, let's meet up. Maar dan eigenlijk, oké, maar hoe is het met je? En dan heb je toch het gesprek gestart. Ja, goed idee. Het is sowieso ook gewoon altijd beter om gewoon... kogel door de kerk. Gewoon straightforward. Ik zou ook bellen. Ik denk dat het beter is. Bellen? Het is persoonlijk... Ja, man. Als je mij belt na 3 maanden, ga ik je wel gewoon... Hallo? Wie is dit? Nee, maar op een gegeven moment. Misschien niet de eerste keer. Maar gewoon de volgende keer dat je belt en zegt... Oh, ik ben in de buurt. Ik dacht aan je. Nee? Je zou nee, man. Nemen. Ik nee. Ga stuk. Bel gewoon. Nee. Kom, komt goed. Jawel. Lia zegt van niet. Je bent in mijn buurt. Je bent de Roffa Zuid for no reason. Voilà, zogenaamd mediamarkt. Lia is gewoon hard, maar ze zou gewoon opnemen. Nee, ik weet niet, maar als je mij na 3 maanden zou bellen... Het ligt aan, als we al history hebben als knuffelbuddies... Dan zou ik misschien opnemen en zeggen, hey, what's poppin'? Toch? Maar als we geen history hebben op dat gebied... Ja, fair. Maar als je al history hebt, dan kan je het gewoon doen. Dan vind ik het leuk zelfs. Ja, maar daarom zeg ik, als je gewoon history hebt op
zeg maar, als jullie samen hebben gefietst. Ja. Dan kan je dat gewoon doen. Dan kan je gewoon straight up teksten van jou. Ik besef nu pas dat fietsen staat voor. Ik zag echt gewoon twee Ilia en iemand anders op een fiets. Never mind. Moving on. Nee, maar als je dat al een keer hebt gedaan, dan hoef je al helemaal niet sneaky te zijn. Dan kan je gewoon zeggen van, hey, what's poppin'? Ben je thuis? Toch? Zal ik even langskomen? Ja, van, hey, laten we dit weekend meeten. Maar kijk, als je nog nooit, zeg maar, seks met elkaar hebt gehad. Als je nog nooit hebt geknuffeld. Ja, dan is het anders. Toch, dan moet je gewoon zeggen van, hey, what's good? Ik wil gaan een drankje doen. Moet je dus gaan. Ja, vraag je man op date? Wat is het date, hè? Ik weet niet. Ma'am, no. Dus wat voor advies? Coaches don't play. Coaches don't play. Oké, dus Lia vraagt mannen niet op date, maar ze stuurt jou wel mannen op date met date vragen. Kijk, als we aan het daten zijn en ik vraag je op date, that's different. Mm-hmm. Ik vraag niet op date, ik vraag of je tijd hebt. Of je tijd voor mij wil maken. Mm-hmm. Jij komt met een date. Maar als ik wil... Kijk, oké, ik heb ook een Friends with Benefits, right? Mm-hmm. Of een, zoals ik ze noem, Banchan Bay, Surf and Slurf. Hey, toch dat soort shit. Maar ik zeg gewoon van, yo, ben je thuis? Wat doe je vanavond? Dat is top. Dat is echt absoluut mijn favoriet. No af en toe bellen we gewoon gezellig, even tijd doden. Van, hey, ik moet wachten op de trein. Ja, kom bellen of whatever. Maar voor de rest... Ik eindig wel altijd in een situationship. Met Friends with Benefits. Echt? Ja, altijd. Oh, ik niet, man. Wauw. Kijk je straight up in je ogen aan, missionary, gewoon no feeling. Mijn vriend heeft een vriendin waarmee hij jaren geleden seks heeft gehad. Hij heeft dit aan het begin verteld en ook aangegeven dat er niks is gebeurd. Ik heb ook een guy friend, dus ik begrijp hun vriendschap wel. Maar dit meisje was onlangs jarig en hij heeft bloemen en een Gucci portemonnee voor haar gekocht. Oh. I play is cool! Maar ik vind het eigenlijk echt niet oké. Okay. Am I tripping? Misschien handig om erbij te vertellen dat mijn vorige exen vreemd zijn gegaan en dit mijn eerste gezonde relatie is. Helemaal niet gezond. Ik weet niet. Nou. Kijk, die Gucci portemonnee is niet zo... Better be ice out, hè. Die Gucci portemonnee vind ik nog niet eens erg, maar bloemen. Ja. Maar ik moet altijd bloemen voor je. Komt die bloemen ik moet toegeven, je kan best wel een guy best friend hebben hoor. Dat heb ik ook. Ja. Ik krijg ook gewoon cadeautjes. Ja, maar je gaat niet bloemen aan mij geven. Maar ze hebben vroeger genaaid, schat. Dat, ja oké, okay, nee, dat is... Dat is nee, ja, nee. Dit is geen best friend, hè. Nee, ze friend niet hoor. Ik heb twijfel hier. Heb je iets te zeggen, Jamie? Ja, ik heb wel iets te zeggen, maar ik ga je voor je liegen. Nee, kijk, ik bedoel, zij kunnen gewoon Mattie stellen. Dat ze seks hebben gehad. Dat nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Jamie, wil jij dat jouw vriend een ex-friends met benefits heeft? Nee. En dat hij roze van haar één keer. Nee, helemaal niet uit. En dat je roze wil kopen met Gucci portemonnee. Dat betekent dat er altijd ruimte is om die grens nog een keer te overschrijden. Ik denk dat wij volwassenen zijn. Geef haar Gucci portemonnee en bloemen, daar wil ik een Birkin bag. Ja, want dat wilde ik wel zeggen. Het ligt eraan wat ik krijg. Maar better be iced het out. Het ligt eraan wat ik krijg. Die love Cartier bracelet, hè? Nee, in love Patek op mijn pols. Jij gaat weer dat. Te ver. Nee. Heeft buik, bloemen. Nogmaals. Nee, maar luister. Als mij niks tekort komt en ik krijg tienvoudig van wat zij krijgt, dan mag ze van mij nee. Niks. Nee. Jij krijgt helemaal niks. Dan heb je gewoon een haat naar de vriendin van je mattie. Nee, natuurlijk niet. Het is geen vriendin, want je hebt genaaid. Jullie zijn geen vriendinnen. Vrienden. Mag ik dat vragen? Stop. Jay, mag ik vragen? Heb jij seks met je vrienden? Ja. Hallo? Ja. Heb ik wel eens gehad? Wat is je punt? Zijn geen vrienden van jou? Jawel. Nee. Nee. Nee, man. Ik ga het niet tegen. Jullie zijn gek. Nee. I love this. Luister. Nee, het kan niet. Luister, één keer. Je weet niet hoe lang geleden. Maakt niet uit. Maak uit. Als jij iemand hebt gezet, is dat niet jouw Je weet hoe die punani voelt. Als jullie naar een feest gaan, je bent dronken en denkt, die punani was zo... Je kan het altijd proberen na je. Kan het altijd. Nee, want je hebt al die jaren de kans gehad om het nog een keer te draaien. Kom op, man. Ik kijk ook meer een beetje naar Jamie. Dankjewel, Sharon. Sorry, er zijn grenzen. Ze waren 17, ze hebben een keertje naar examenfeest genaaid en jullie zijn nu 28. Dan moet ik me zorgen maken. Maar waarom bloemen? Die bloemen is echt iets intiems. Ik wil jou. Maar misschien zijn het normale bloemen. Ja?
Als iemand rozen aan je geeft. Maar niet zeggen dat het rozen zijn. Misschien zijn het lelies. Ik zeg, het waren 100 rozen. Je kon geen enkele bloemen. Het waren 100 rozen. Lieve sowieso dat het rozen waren. Ja, het waren 100 rozen. Kaktus is geen bloem. En dan moet je niet aan. Nee, maar dan moet je van mij al overtreffen. Kaktus is geen bloem. Nee, nee, nee. 100 rozen is echt romantisch. Nee, als het op zo'n manier gezegd is. Wat mag ik wat zeggen? Oké, 100 rozen zijn te romantisch, maar tulpen bijvoorbeeld niet. Nee, bloemen zijn niet zo'n tulpen. Ik koop 5 euro tulpen. Een cadeautje. Dus dat mocht? Ja, prima. Nee. Kijk, stop. Die effort was weinig. Nee. Hallo. Het staat hier als... Het staat hier niet als een bosje bloemen. Het staat hier als bloemen. Ja. Dus 100 rozen, snap je? Nee, zomaar niet. Het staat hier niet als een bosje bloemen. Dit is ook een red flag, want zie je hoe Zoe dingen gaat verzinnen. Nee. In relatie met zit. Hey, rozen zijn duur, hè? Maar nergens staat een roze. Maar er staat geen bosje bloemen, snap je? Het is wel een dingetje. Maar het hele principe, het kan niet. Nee, maar wacht even. Gewoon zijn we aan het trekken over die bloemen. Niet eens over die bloemen. Die bloemen. Weet je waarom? Omdat als je iemand bijvoorbeeld een Balenciaga geeft, is normaal. Maar bloemen. Is normaal. Ja. Maar zonder die bloemen kon het. Is normaal dat je Balenciaga krijgt? Ja, kan gewoon. Misschien is die jongens een beetje. Dus als je vriend... Het is een ex-WP. Nee, dat heb ik niet. Het is geen WP. Ik heb het over vrienden. Luister niet. Zal ik nog even een keertje erbij pakken? Mijn para, iemand die één keer heeft genaaid is toch geen WP, man? Nee, maar mag... Hoi, mijn ex en ik zijn een week geleden uit elkaar gegaan. Na 4 jaar, omdat ze er nog andere vrouwen op naliet. Goodbye. Ze was een maand geleden jarig en ik heb een heel duur cadeau voor haar gekocht waar ik lang voor heb gespaard. En eigenlijk wil ik het gewoon terug. Kan ik het terug eisen of is dat raar? Oeh. Ik zeg ja. Ik zeg ja. Je kan het terug eisen. Nou ja, je kan het niet eisen, maar je kan het best vragen. Dan kan je kijken wat er gebeurt. Ja. Oeh, ik vind het een lastige situatie. Het is een kapot lastige situatie. Maar ik vind het ook een beetje... Maar ik snap dat je pissig bent. Ik snap het, ja. Ik probeer het gewoon voor me te zien. Zo van, oké, ik heb je al lang gescot, maar ik wil wel mijn cadeautje. See, this is why monogamy is a myth, by the way. Ik zeg maar nog een keertje. Dan zou je dit hele probleem niet hebben. Maar goed, dat is een andere conversatie. Nou, ik weet niet of je dit hele probleem niet zou hebben. Want, Het bestaat. Disclaimer. Vreemd gaan, vertrouwen breken, mensen schaden, kun je in elke setting. Dat klopt. Maar niet uit hoe open en vrij je bent. Dat klopt inderdaad. Ik zit te denken, ja, opeisen, hoe wil je het opeisen? Ik bedoel, ja, tuurlijk, je kan dat terug gaan halen. Ja, maar ja. Andere kant denk ik ook, ja, het is een cadeautje, je hebt het gegeven. Ik ken wel verhalen hoor, van meiden die gewoon bij exen in hun huis gingen en die spullen gewoon pakten. Kijk, ik vind het grappig om het te horen, maar het is grensoverschrijdend tot en met. Het mag echt, ja, het kan echt niet. Dus dat niet doen. Nee. Maar als jij het heel graag terug wilt en jij vindt van ik heb je voor gespaard, ik heb je hard voor gewerkt, jij hebt mij belazerd. Daar valt iets voor te zeggen. Dus dat kan je dan, dat kan je delen met je ex-partner. Ik weet niet hoe de reactie gaat zijn. Dat ben ik inderdaad eens. Je kan het altijd proberen, maar ik wil je wel adviseren om weg te blijven van agressie en geweld. Ja. Als je een nee krijgt, is dat wel wat je moet accepteren, denk ik. Pardon. Tenzij het je niet kan schelen hoe je relatie met je partner daarna, of je ex daarna is. Maar ja, ik wil niet aanzetten tot geweld. Nee, toch? Dat op zich niet. En weet je, stay true to yourself. En nu hoef je in ieder geval geen geld meer aan haar uit te geven. So, yay. En daarbij, wel vervelend dat het zo gegaan is. Ja, een jongen, laten we hem Dwayne noemen. En ik draai al jarenlang om elkaar heen. We hebben heel veel gemeen. Als ik met hem ben, voelt het echt goed. Het probleem is alleen dat hij een knipperlicht relatie heeft met zijn vriendin. Hij zegt dat hij het gaat uitmaken en dat we uiteindelijk wel samen zullen zijn. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat we het alsnog gewoon rustig aan moeten doen wanneer het zover is. Alsof we dat niet al jaren doen. Ik heb al meermaals geprobeerd om mezelf van hem te distancieren. Maar ik wil hem niet loslaten, want misschien is hij wel de ware. Oh god. What? Sorry. He's not the one. Ja. Is het eerste wat je denkt natuurlijk, hè? In zo'n situatie. Ja. He's not Jij the mag one. Politiek correct zijn. Ja. Ik zeg jou, he's not the one. En waarom zeg je dat? Hij zit in een knipperlichtrelatie. Ja. En hij kiest... Dus het is soms uit en dan kiest hij nog steeds niet voor jou. Ja. Dus... Of misschien juist in die momenten wel.
Ja, maar dan gaat hij nog steeds geen relatie met jou aan. En uiteindelijk gaat hij dan alsnog terug bij de persoon waarmee hij al 20 keer is geweest waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus je wordt zo erg afgewezen door zo'n persoon. Ik denk niet dat dat gaat veranderen als hij dat ooit uit gaat maken met zijn vriendin. Ja. Ten eerste zeg ik ook, ben ik het helemaal met je eens. Bescherm jezelf vooral in zo'n situatie. Want een knipperig licht relatie, bijna van stotteren, dat is al een no-go eigenlijk. Want hij laat je duidelijk zien dat hij ook bezig is met wat anders. Dus hij kan niet de fully focus op jou zetten. Maar dan natuurlijk ook van een mindset coach perspectief. Ik begrijp ook wel dat hij in een situatie zit dat voor hem heel lastig is. En hij zit in die situatie omdat hij in een bepaalde cirkel zit waarin hij niet weet uit te komen. Ik weet niet welke reden hij heeft, maar er is een reden dat hij steeds bij haar terug gaat en ook steeds weer uitgaat. En hij kan dat zeg maar niet doorbreken. Ja. Dus wat zit daarachter? Want vaak is het niet per se de relatie waar hij dan zeg maar zoveel moeite heeft, maar het is vaak een bagage van al zijn ervaringen uit het verleden, dat hij mee heeft genomen. En op basis van die ervaring creëert hij nu gewoon een bepaald patroon om te zeggen van, nou ja, ik moet bij haar blijven, no matter what. Het gaat uit aan, maar ik haal iets uit haar, of in ieder geval uit deze relatie, dat mij goed doet. Maar wat zeg je bijvoorbeeld tegen hem? Ja. Als mindset coach? Ik zou hier geen geduld voor hebben, hè? Zeker wel. Oh, ik krijg hier zoveel energie van. Echt? Dat is het. Ja, echt. Okay, dat zo... dan heb je echt het juiste vak gecoacht. Ik vind het zo interessant om te zien hoe mensen zeg maar zulke situaties denken. Want iedereen weet gewoon, een knipperlig relatie, dat is wat niemand wil. Echt niemand. Maar toch zit je erin. Waarom zit je erin? Dat is de vraag. Wat houdt je eigenlijk tegen om eruit te stappen? En daar ga ik zeg maar ook naar op zoek. Ik wil eigenlijk dat jij eraan gaat werken. Puur het zelfinzicht creëren van waarom zit je in zo'n situatie? En is het de eerste keer of heb je in het verleden ook al zulke dingen meegemaakt? Want dan is het echt een patroon. Ja. En wat ik dan eigenlijk tegen hem zou zeggen is, word bewust eigenlijk van wat jou zo aantrekt tot haar. En op het moment dat het niet gaat, ben ook bewust waarom het niet gaat. En als je eigenlijk die twee dingen naast elkaar legt, welke weegt voor jou zwaarder? Haal je er meer plezier uit of is het juist meer pijn? Maar die geen commitment aan willen gaan. Dat is ook wel iets wat aan jezelf ligt. Want dat moet je gewoon... Afdwingen, ja. It's that easy. It's that easy. En dat zie je ook aankomen. Je moet gewoon heel straight zijn met mannen vanaf het begin. Ja, maar wees ook niet bang om ze af te katten. Als zij dingen willen die jij niet wilt, ja. Move on. Don't go for potential. Nee. Don't go for potential. Run. Loop gewoon verder. Bedank hem voor zijn tijd, of niet. Nee. Maar zeg tegen hem als je andere hij dingen te doen. Hij gaat niet veranderen. Thank you. Hij gaat niet veranderen. Say one more time. Zijn moeder gaat hem niet laten veranderen. Zijn vrienden gaan hem niet veranderen. Zijn hond gaat hem niet veranderen. Ik denk zelfs... Like, Holy Maria is not even gonna... Nee, man. En als iemand iets tegen je zegt, als iemand eerlijk tegen je is, geloof hem of haar. Believe them. Wat hij is, wat hij je laat zien, dat is wat het is. Ja. Ga het niet mooier maken in je hoofd dan dat het is. Echt, dat is de fout die heel veel vrouwen maken. En, you know, men give you the bare minimum and expect the full package. Ja, yeah, which ik is crazy. What is crazy. Wat ik nog gestoorder vind, is dat vrouwen het geven. Dat oh vind my ik god, oprecht teach. Nog gestoorder. Maar ja, maar dat komt, dat is echt, dat gaat dieper. Yeah. Maar nu gaan we het heel lang maken. Just go to therapy. Read some books, go to therapy. Maar, yeah. Figure it out. Als je dat hebt als vrouw, dat je mannen heel veel geeft, maar minder krijgt, dan heeft dat misschien te maken met je childhood man. Mm-hmm. Want waarom ze ook getriggerd raken door zulke mannen is omdat het voelt aan als home. Het voelt aan als safety. Inderdaad. En wat aanvoelt als home en als safety is vaak niet eens gezond voor je. En daarom moet je een nieuw thuis met jezelf creëren. Ja. Ja. Build your own home. En gewoon, hoe heet dat? Je moet jezelf reparenten. Ja. Ja, dat inderdaad. Zeker als je van een moeilijke childhood... Je hoeft niet eens een moeilijke upbringing te hebben. Nee, want onze ouders weten ook niet beter. Ja, ze hebben heel vaak echt hun best gedaan. Ja. En niemand is ook ready om een ouder... Ik bedoel, we hebben geen handleiding daarvoor. Nee, precies. Dus precies. Don't blame your parents.
Maar nu, jij weet beter. Ja, je bent nu waarschijnlijk beter. Volwassen, je weet beter. Dus je kan jezelf ook beter aanleren. It takes time, but it will work. En dan ga je geen genoegen nemen met bepaalde type mannen. You're just not gonna do it. Nee, je gaat is the time of day geven. En weet je wat je ook soms moet doen? Gewoon op date gaan met mannen die je eigenlijk niet eens ziet zitten. Maar je weet dat ze je gewoon value. Toch? Eerlijk. Want als je op een date gaat met iemand die je fucking als een queen behandelt, ja. Maar je voelt hem niet. Je voelt hem niet. Je standaards gaan omhoog. Ja, want je wilt nooit meer op een andere manier behandeld worden. Nee. Het is wel waar. Ja. Het is wel waar inderdaad. Ja, it sounds crazy, maar het is... Mijn vriendin, ik ben wel eens op date geweest met mannen die gewoon de autodeur voor me opendeden. Mijn handtas pakte. Wauw. Ja. Geweldig. Ja. That's all I want. Nou, op een gegeven moment toen mij dat overkwam, dacht ik, this is the bare. Nou, dit is voor mij nu gewoon. Ja. Ja, en dan ga je heel veel trash man, sorry, maar ga je heel veel mannen hun taal niet meer spreken. Je gaat ze zo erg filteren op een gegeven moment. Je loopt gewoon ergens in de ruimte en je weet dan... Nope. Jij niet. En uiteindelijk kom je in een kleinere vijver van mannen die het wel waard zijn. Dan heb je die moeite niet meer. Dan is het gewoon eventjes adjusten, kijken of je het voelt of niet. Kan je nog steeds doorlopen if you don't like it. Maar je hebt die basic ass problemen niet meer van commitment issues en tikkies en gewoon random bijsteken. Heb je dat ooit meegemaakt? Nee. Wat zou je doen als je dus overkomen? Ik zou de hele rekening betalen. Vraagje. Is het verkeerd om door seks te hebben met mijn baas hoger op te komen? Ik, man van 26, heb een behoorlijk competitieve baan in de media. Mijn baas is de leeftijd van mijn vader, maar ziet er nog best goed uit. We matchen laatst op een dating app en wel, van het een kwam het ander. Sindsdien studeren we ongeveer 3 nachten per week met elkaar. En hoewel ik hem oprecht leuk vind, vind ik het ook leuk dat hij mij steeds vaker lijkt voor te trekken bij grote projecten. Mijn collega's zijn verbaasd en de directe collega maakte laatst een opmerking over hoe wij elkaar misschien wel hielpen, omdat we uit hetzelfde hout gesneden zijn. Am I wrong for calling homofobia? Ondanks dat hij misschien wel een beetje gelijk had. Am I wrong for doing this at all? Please help. You're not wrong for calling homophobia. I agree. Definitely agree. Maar nu even dus over het complete... het complete geheel. Neuken. Wauw, echt? Ja, duh. Maar ook, nou, ja, hè. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel heel erg jammer vind dat deze maatschappij zo in elkaar zit. Dat je dus oprecht gewoon dingen gaat doen om jezelf een soort van hoger op te helpen. Wrong. Het is niet goed. En daar ben ik het mee eens. Maar ik ben echt een idealist als ik zeg dat we niet in de maatschappij leven waar we nu in leven. Zeg maar, als ik zeg, dat, stel je wil echt helemaal de top gaan bereiken... Ja, dit soort dingen... Nou, ik wil niet zeggen dat het erbij hoort, maar... vaak... Het is niet gek. Je bent niet de enige die dit doet. Het gebeurt vaker. Ik zeg... Weet je, spring erop. Ja, ik zeg wel... Het is dat je het nog leuk vindt. En zolang je het leuk vindt, vind ik dat je het kan blijven doen. Maar als je het niet meer leuk vindt, dan moet je jezelf moet je ook wel een weg eruit vinden. Want ik weet niet... Ik vind het ook een beetje creepy of zo, dat hij jou helpt en dat jij hem helpt. Nou ja, maar als zij het 3 keer per week doen, ja dan schijnen ze het wel leuk te vinden. Ja, toch? Dat is no question about that. Fair. Dus, maar wat als je een relatie wilt? Dan moet je hem afkatten, stel je voor hij ontslaat je, dan moet je wel over nadenken. Ja, zeg maar, als het werkgerelateerd is het eigenlijk natuurlijk helemaal niet handig. Vooral omdat het... Ook omdat het jouw baas is. Stel, het gaat een keer niet lekker tussen jou en je baas op seksueel vlak. Ja, dan kun je dan zonder goede reden kun je natuurlijk gewoon ontslagen worden. Die heb ik namelijk ook al vaker gehoord. En dat is gewoon helemaal belachelijk. Ja. Dat moet je toch niet willen? Nee, precies. Dus in die zin moet je jezelf wel een beetje proberen in te dekken. En misschien op een gegeven moment ook een soort van eind aan... Als je hebt gekregen wat je wilde, als je een bepaalde promotie hebt gekregen... dan moet je er misschien een beetje een eind aan breien. Want ik denk niet... Ik denk dat het downhill gaat op een bepaald moment. Ja. Het blijft niet leuk. Nee, niet voor altijd. Nee, werk en privé eigenlijk gescheiden houden. Maar wat jij zegt is wel waar. Ik denk dat heel veel mensen zichzelf hoger op hebben geneukt. Er zijn genoeg... Ja, ook heel verkeerd. Maar nee, wij zitten natuurlijk in de filmwereld, hè. Er zijn genoeg acteurs die voor een rol seksuele handelingen hebben uitgevoerd. Heb je genoten? Heb je er wat van geleerd?
Ik hoop het. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van de afgelopen 15 episodes. Diemen is vanzelfsprekend elke woensdag terug in het nieuwe jaar. Stay safe. Geniet van de holidays met je naasten. En dan zie ik je hopelijk heel snel. Bye.